Dat is mijn eerste. De eerste mislukt altijd, maar bij Tassar niet. Kijk hoe super. Het is het beste van twee werelden. De typisch Nederlandse pannenkoek, maar dan wel met een Syrisch tintje. Ondernemer Tassar Iskrea wil heel Nederland veroveren met haar hartige, maar vooral gezondere Syrische alternatief. Ze kwam op het idee omdat haar kinderen diabetes hebben. Mijn kinderen vinden pannenkoek lekker. Maar de traditionele manier om pannenkoek in het Nederlands te maken is lekker, maar niet gezond. En daar wilde jij wat aan doen? Dus ik wil iets gezond en lekker. De Syrische Tassar is nu een onderneming gestart waarbij ze de pannenkoeken als doe-het-zelf maaltijden gaat verkopen. Ze is daarvoor nog op zoek naar investeerders. Als het een groot succes wordt, vergeet ze haar vaderland niet. Precies. Een deel gaat naar de goed doel en dat is donatie naar Syrië. Syrische mensen om brood te eten. En 5 euro is genoeg voor 1 week. De rogge staat daar. Het meel dat ze gebruikt voor de pannenkoeken haalt ze bij de molen in Koedijk. En daar nemen we meteen de proef op de som. Ik vind het verrassende smaak. En ja, ik vind het echt gewoon heel goed geslaagd. Dat valt dus in de smaak. En voor mensen die denken dat hun pannenkoeken altijd mislukken, heeft Tassar nog wel een goede tip. Je moet gewoon met liefde. Kijk. Super mooi.